aan de telefoon Maaike Roelofsma. Goedemiddag, Maaike. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteravond een wedstrijd gespeeld. Tegen het PSV. Uitslag 3-3. Ja, zeker. Het was een hele spannende wedstrijd. Waar kwam die spanning door dan? Het ging heel erg gelijk op. En we hadden heel erg veel geluk dat we elke keer de aansluitingstreffer weer scoorden. En dat het uiteindelijk 3-3 is geworden. Hoe vond je het niveau van deze wedstrijd? Nou, het was niet onze beste wedstrijd. We hebben met slagen wel redelijk gespeeld, maar het was heel chaotisch. Maar wel hele mooie goals gemaakt, denk ik. Maar waar kwam het dan dat het zo chaotisch werd? Nou, omdat het op het laatst nog heel erg spannend was. En zij wilden natuurlijk heel graag winnen. Ja. Wij ook. Maar zij zetten wel nog heel veel druk en heel veel lange ballen naar ons toe. Naar voren. Dus dat was wel, was wel spannend. Laatste doelpunt, dat schijnt een apart doelpunt te zijn geweest. Want Jessie van Leeuwen die kwam helemaal vanaf achteruit, geloof ik. Ja, dat klopt. En toen schoot ze echt van bizar ver, schoot ze de bal onderkant lat in het doel. Ja. Dat is toch wel knap, toch? Ja, dat is zeker knap. Maar dat is wel iets wat zij kan, hoor. Dat heeft ze vaker gedaan. Ja, maar ze is wel verdedigster natuurlijk. Ja, dat is waar. Dan laat ze wel de achterhoede alleen als ze wegloopt. Ja, dat klopt. Dus ik weet niet hoe we dat hebben opgevangen, maar gelukkig scoorden ze. Dus, ja, precies, dan was het tenminste nog 3-3. Was je tevreden over je eigen spel? Redelijk. Het kan natuurlijk altijd beter, maar het ging op zich best wel goed. Het was best wel fel, dus dat is wel wat ik wil. Maar jij staat in de verdediging, drie doelpunten tegen. Baal je daar niet als een stekker van dan? Dat wel. Tuurlijk. Ik denk dat we speelden een hele ander soort opstelling dan normaal. Met drie verdedigers. En omdat wij heel veel geblesseerde verdedigers hebben, was het wel weer heel erg wennen aan elkaar. Dus ik denk dat we daar vooral in het begin best wel veel moeite mee hadden. Maar ik denk dat we het uiteindelijk best wel goed hebben opgelost. En de doelpunten, moeten we kijken hoe we dat volgende keer beter kunnen oplossen. Een collega van mij die vindt dat jij een bijzonder fraaie traptechniek hebt. Hoe heb je jezelf dat aangeleerd? Hoe heb ik me dat aangeleerd? Ja. Geen idee, gewoon doen, blijven oefenen. Ja, ik weet het niet. Dat ik altijd al wel. Ja, ik weet niet. Ik ben links, dus dan. Ja, het is heel gek, maar heel veel linkspoten hebben best wel een redelijk goede trap. Ja, dat klopt. Want Jessie van Leeuwen is ook links. Ja, nee, dat klopt helemaal. Hey, maar vind jij je ploeg niet een beetje te lief voetballen af en toe? Want als je drie doelpunten tegenkrijgt. Te lief voetballen. Nou. Nee, ik denk niet dat we te lief zijn. Ik denk wel dat we nog feller erop kunnen zitten. En dat er nog heel veel dingen dat we die beter kunnen doen. Maar te lief denk ik niet. Te lief niet? Nee. Jullie staan op de derde plaats nu. 16 punten. Ja. PSV is niet dichterbij gekomen. Die staan op de vierde plaats. Aangespeeld 10 punten. Dus er blijft een lekker gat ertussen zitten van 6 punten. Ja. Ja. Jullie gaan aanstaande vrijdag naar Heerenveen. Uitwedstrijd in en tegen Heerenveen. Om 19:30 s'avonds is dat ook. Ja. Wat denk je van die wedstrijd? Nou, binnen. Gewoon binnen? Ja, dat moet ook. Ja. Kijk, dat horen we willen natuurlijk uitlopen van de clubs die onder ons staan. En dan moeten we gewoon van Heerenveen winnen. En dat is wel de doelstelling. En ik denk ook dat we dat zeker kunnen behalen. De doelstelling is bij de bovenste vier eindigen aan het einde van dit seizoen. Dat ga je halen toch op deze manier? Als we zo doorgaan, weet ik zeker dat we dat gaan halen, ja.